Jamstalk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop, Jamstalk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok, Jamstalk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Jamstalk. Welkom nog steeds bij Jamstalk. Ik sta hier met Clyde Brunswijk. Welkom, broeder. Dankjewel, broeder. Yeah. Goed om jou te zien, man. Je straalt helemaal. Ja, ik voel me... Ja, ik ben thuis. Dit is de plek waar ik altijd sta. Mooi gezegd. Je bent ook echt thuis. Wij zijn eigenlijk bij jou thuis op bezoek nu. Ja, deze gym is echt mijn huis. Ik woon er al 15 jaar, laat ik het zo zeggen. Elke keer als ik hier zo ben, voelt het ook echt gewoon weer als welcome home. Ik zie het aan je, man. Maar je straalt natuurlijk ook omdat je pas geleden een overwinning hebt gehaald op Mohamed Bali. Dat moet natuurlijk de reden zijn dat je zo blij bent. Het komt zeker daardoor. Ik heb weer eigenlijk laten zien wat ik kan. Ik heb eigenlijk ook weer wat goed gemaakt wat de vorige keer dan fout ging. Ja, je bent denk ik te streng voor jezelf, want je vecht pas... Dit was je tweede partij binnen Glory. De eerste keer was tegen El Bouni inderdaad. Die verloor je. Was wel een mooie partij, die kan ik me nog heel goed heugen. Die laatste partij, wat was jouw gameplan? Want je hebt denk ik geleerd van je eerste partij. Wat was de gameplan? Wat kan je nog heugen van die laatste partij? Mijn gameplan was alleen maar druk zetten. En wat de vorige keer fout ging, was dat ik niet genoeg deed. En mijn accuracy van mijn stoten waren ook niet echt on point. Dus dat ging dit keer veel beter. Ik bleef druk zetten. Ik counterde zijn counters. En ik bleef gewoon kalm, bleef agressief. En bleef ook kijken. Ja, ik vond die eerste partij versus El Bouni vond ik echt een hele interessante partij ook. Je leert misschien als vechter het meest van je verliespartijen. Wat had jij van die partij het meest opgestoken? Dat druk zetten niet alles is. Druk zetten en hard werken. Accuracy moet on point zijn. Je gooit geen stoten om te gooien. Je moet hem ook echt raken. Ik was ook een beetje te enthousiast met die kick van me. Ik wilde het heel, heel graag gewoon geven, omdat het ook op zo'n groot podium is. Maar je moet de juiste momenten uitzoeken, juiste tegenstanders ook hebben. Niet bij elke tegenstander werkt zo'n trap. Nee, en de vechtsport leunt ook op ervaring. Het was natuurlijk ook de eerste keer onder de vlag van Glory. Speelde dat toen een rol of is dat een slap excuus? Dat is een slap excuus. Dat is zeker een slap excuus. Ja, ik heb wel voor grote organisaties gevochten. Ook bijvoorbeeld mijn MMA-partij was voor 50.000. Ja. Was van de event van Khabib. MMA Eagles? Nee, toen was het nog GFC. Oh, ja. FC. Ja. Gorilla FC. En nu is het Eagle. Maar dat was echt niet normaal groot. Er waren legends daar, zo. Roy Jones Jr. was er. Er waren a lot of UFC-vechters waren er. En die druk was toen ook echt hoog. En toen moest ik ook gewoon presteren. Dus het kwam niet door de naam Glory zelf. Het was gewoon puur het gevecht met mezelf. En dat is eigenlijk de grootste tegenstander van elke vechter. Het gevecht met jezelf. Als je die overwint... Heb je die wedstrijd al in je zak? Mooi gezegd. Je legt jezelf die druk op. Je hebt niet eens echt verloren van je tegenstander. Je hebt meer verloren van jezelf. Yes. Je komt uit voor Suriname. Dan van Wisse, ook een hele bekende vechter uit Suriname. Kan jij nog over straat als je in Suriname loopt?
Yo, what up, champs? Geef deze video een dikke duim en like it and share it right now. Jawel, ja? Jawel. Ik heb toevallig augustus heb ik daar zo ook gevochten. Gewoon in de eerste ronde. Ook op technisch knockout. Het is gewoon mijn hometown. Het is echt mijn hometown. Ik kan gewoon daar zo over straat. Ze kennen me wel, ze groeten me ook. Maar het is niet meer net zoals vroeger dat ze op foto en zo willen. En het is nu echt relaxed. Ook daar ben je gewoon thuis bij je familie, als het ware. Je laatste partij dus heb je gewonnen. Overtuigend, moet ik zeggen. En spectaculair. Ik vind jou een spectaculaire vechter. De toekomst. Wat longt er voor jou? Waar kijk je naar uit? Is er al een tegenstander bekend? Wat zou jij graag willen? Wat ik zou willen is de light heavyweight divisie echt helemaal leeg plukken, slopen, uit elkaar trekken. Ja, en ik weet dat ik het kan. Ik zie het ook gewoon voor me. Dat is gewoon mijn vision. Dus het is dat of niks. En het maakt niet uit of al die anderen het niet zien. Ik zie het. Ik ga er ook 100% voor. En ja, gewoon knallen. Visualisatie is een sterk wapen. Dat moet je hebben als vechter. Er is nog niks bekend over een nieuwe tegenstander? Er is nog niks bekend. Er is nog niks bekend. Maar het maakt mij niet uit. Ik vecht tegen iedereen. En ik haal ze allemaal uit elkaar. Je hebt natuurlijk verloren van El Boonie. Zou je die rematch heel graag willen of boeit jou dat geen eens? Een rematch wil ik altijd, vooral als ik heb verloren. Als ik heb verloren, dan moet ik mezelf eigenlijk weer gaan verbeteren. Terug naar de gym gaan, wedstrijden weer opnieuw aannemen en mijn verbeterpunten laten zien. En dan laten zien dat ik die rematch echt gewoon waard ben. En dat heb ik met deze partij ook laten zien. En ik ben ready voor iedereen. On to the next one. Collision 4 is Apanas, 8 oktober. Tijani Bestati traint hier. Wat leer jij van hem en wat leert hij van jou? Wat ik van hem leer is scherpte, schaken. Hij is echt een schaker. Laat ik het zo zeggen. Bij hem moet ik echt nadenken. En ik kan niet zomaar dicht bij hem komen. Ik moet echt goed nadenken, wil ik een actie gaan uitvoeren. Want als ik zomaar een actie ga uitvoeren bij hem, word ik zo gecounterd of word ik zo. En hij is super snel. Jullie sparren ook gewoon? Ja, we sparren ook gewoon lekker hard ook. En natuurlijk wel gewoon technisch. Alleen wat ik van hem leer is echt, ik moet echt scherp zijn. Mijn accuracy leer ik bij hem ook echt op te krikken. Even kijken. En altijd wat terugverwachten. Want als ik klaar ben met mijn combinatie, ik krijg altijd gelijk weer wat terug. Hij is zo snel. Ja, lichtgewicht, hè? Ja, zo snel. En hij slaat zo hard voor een lichtgewicht. Op een gegeven moment, soms denk ik, als hij me raakt, denk ik echt van, bro, jij bent geen lichtgewicht. Wat leert hij van jou? Wat hij van mij leert. Wat hij van mij leert. Denk daar nog even over na. Hij moet natuurlijk 8 oktober tegen de Bulgaar Stojan Koprivlensky. Prediction. Wie van de twee gaat winnen? Maar veel belangrijker, op welke wijze zie jij dat gebeuren? Prediction. Hij gaat hem uit elkaar trekken. Ik vind Tijani veel slimmere vechter, veel completere vechter. Hij gaat de wedstrijd beginnen en hij gaat zijn counter willen counteren. Dus hij gaat het op een gegeven moment niet eens meer weten wat hij moet doen. Dus dan gaat hij gekke dingen proberen in de hoop dat het werkt.
Maar Tijani is te slim voor dat. En hij is te scherp. Hij traint. Hij is zo goed getraind. Hij kan dit 10 rondes lang doen. Hij kan 5 rondes voor hem is easy. Is easy. Dus, KO of decision? Ik denk dat hij op KO gaat winnen. Ik denk 3e ronde KO. Ben jij erbij om hem ook die mental support te geven? Ja, ja, we gaan hier zo met heel deze gym gaan we een hele team gaan we maken. Gaan we ze verzamelen en daarna gaan we met z'n allen gaan we die kant op. Het staat hier ook op de muren. Deze gym is one big family. Ja. Wat leer jij hier het meest? Wat typeert deze gym in jouw ogen? Brotherhood. Ja, yeah, brotherhood. It's, hoe we met elkaar leven, hoe we met elkaar omgaan. Als iemand problemen heeft of als het goed gaat. Niet alleen als er problemen zijn dat we dan met elkaar zijn, maar ook wanneer het goed gaat. Normaal zeggen mensen het andersom. Precies, ja, dat maakt niet uit. Dus jullie zijn er voor elkaar in de good en in de bad times. Yes, en vooral met voorbereiding naar een wedstrijd toe. De energy is dan zo hoog. De energy, die is gewoon elke keer super hoog. Alsof we met z'n allen de ring in gaan. Mooi gezegd. Ja, het is echt een onbeschrijfelijk gevoel. Voor je familie en fans, als we in die camera kijken, heb je een boodschap in het Surinaams voor ze? In het Surinaams? Je gooit me. Gooi ik je voor de leeuw? Ja. Houden we het in het Nederlands. Ja. Oké, okay, alle fans, alle vrienden, family, ik wil jullie allemaal bedanken voor allemaal het steunen en het supporten. En blijf vooral doorgaan. Ik ben nog lang niet klaar met Glory. Ik ben nog lang niet klaar met die divisie. We gaan die hele divisie overnemen. Oes. Champs Talk. Als je knokken niet meer krijgt uit je kop. Champs Talk. Ouwe hoeren zonder rem op de klok. Champs Talk. Voor mijn strijders en mijn vechters pas zinnen. Ga lekker zitten en laten we beginnen met de Champs Talk.